Wat een slecht idee. Hey, met mij. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag heb ik een unboxing. En zoals je in de titel al kan zien van dit videootje, heb ik voor heel veel geld besteld bij Body & Fit. Wil je ook in de video? Hallo, dit is Nagini, mijn kat. En ze is 15 weken, 16 weken oud. En ze begint helemaal in haar sas te zijn. Dus die zie je af en toe een beetje op de achtergrond heen en weer hutsen. Omdat we dus voor 300 euro hebben besteld, wil ik eigenlijk zo snel mogelijk beginnen. Want het gaat echt een lange video worden anders. Ik heb echt zoveel besteld. Ik ben eigenlijk een klein beetje vergeten wat ik precies allemaal besteld heb. Ik weet dat er heel veel dingen is voor koken en voor eten. Dus dat sowieso. Dus laten we gauw beginnen. Zoals veel van jullie wel weten, ben ik Body & Fit atleet. En dat betekent dat Body & Fit mij sponsort. En dat betekent dus ook dat ik voor jullie een kortingscode heb. Die kortingscode is MATIA10. Die kun je gebruiken op je hele bestelling. En dan krijg je 10% korting. Dus dat is op eten, drinken, supplementen, maar ook op kleding en attributen die je kunt gebruiken, zoals fitnessmatjes, yogamatjes, kleine dumbbeltjes. Er staat echt van alles op de website. En met Mattia 10 krijg je dus 10% korting. Dus dat wil ik ook nog even vermelden. En dan gaan we nu gewoon door met de unboxing. De eerste doos, ik zet hem even voor me neer. Schaartje erbij. Bubbels. Nu ga jij daar maar mee spelen. Oké, als eerste deze. Omdat ik voor 300 euro bestelde, dat had ik nog nooit gedaan hiervoor, mocht ik uit best wel veel dingen kiezen als cadeautjes. En ik dacht, ik bestel normaal altijd een beetje genderneutrale bidons, zodat mijn vriend ze ook kan gebruiken. Alleen, dit keer dacht ik, fuck it. Ik ben een mooie vrouw en ik wil een roze bidon. Dus dat. En ik vind deze heel chill. Ik heb deze zelf in het wit echt al jaren, dat is vies. Ik gooi ze meestal na een jaar weg hoor. Maar ik denk een jaar. En nu heb ik hem dus ook in het roze en ik vind hem heel leuk. Hieronder kun je dan, hier kun je bijvoorbeeld je pilletje doen. Vitaminepillen of zo. En dan hier een scoopie. En dan zou je dus deze, als je uit je werk gaat sporten of na school, kun je de hele dag dit. En dan doe je in de sportschool even water erbij, shaken. En dan loop je niet de hele dag al met de shake. Maar dan kun je hem vers maken. Wherever you are. Dus deze vind ik heel chill. En die heb ik dus eigenlijk gratis gekregen bij deze bestelling. Mijn kat zit trouwens met het plastic te spelen. Als jullie wat horen op de achtergrond. Dat is die kleine Nagini. Waar zullen we beginnen? Ik ga niet op een volgorde. Want ik maak de dozen echt nu pas open. Dus ik heb niet gekeken van tevoren van, oh, dan ga ik eerst dat doen. En dan dat. En dan dat. Misschien had ik dat moeten doen. Ja, ik ben een goede YouTuber. Dus we beginnen gewoon waar we denken dat het goed is. Oh ja, deze, daar ben ik heel enthousiast over. Dit is Spices and Herbs. En dat is een soort multipack. Je kan ook per stuk kiezen. Als je zegt van, nou, ik vind die piri piri pepper spices echt super chill. Dan kun je dat ook doen. Doe maar hier als je wil spelen. Dus, en ik dacht, weet je wat, ik ga ze gewoon allemaal bestellen. Zodat ik eens kan kijken welke ik lekker vind. En wat ik eigenlijk altijd met specerijen doe, is mijn kip aanmaken. Dus als ik ik zit nu in een periode dat ik echt meal preps doe. En eigenlijk eet ik dan alleen maar rijst, kip en groenten. En nou ja, dan zijn dit soort spices echt super chill. Om gewoon ja, je kip mee aan te maken. Zodat het niet zo'n droog happy voer is. Maar dan heb je gewoon ook nog wat een lekker smaakje aan. Zijn jullie trouwens spicy mensen? Houden jullie van spicy eten of niet? Ik hou wel van spicy eten, maar niet te spicy. Dus ik vind het al wel snel spicy, maar een beetje spicy, echt top. Ik hou er wel van. Oké, dan gaan we naar... Ik zie hier een hele hoop van dit soort zakken. En dat zijn allemaal superfoods om in je kwark te doen. Of door je eten, of door je salades. Wat heb ik hier? Organic premium superfood. Nou. Oh, organic quinoa. Dus dit is eigenlijk... quinoa of quinoa. Ik weet niet hoe je het uitspreekt. Maar die heb ik besteld. Ja, of ik die nou in een supermarkt koop of bij Body & Fit. Ik vond dit wel hartstikke makkelijk. En dan is deze ook nog organic. Woohoo! Dus ja, dit is de topper. Overigens zet ik alle prijzen in beeld van wat ik heb aangeschaft. En zal ik alle linkjes naar alle producten in mijn beschrijving zetten. Volgende is
Deze zijn dates, dus dadels. En ja, ik hou van dadels. En ik vul ze heel vaak met roomkaas of zo. Als ik echt een lekkere snack wil. Nou, van dadels gaan we naar de vijgen. Eigenlijk hetzelfde. Ook een superfood. Ik vind die hele line van Body & Fit en die superfood echt super chill. Zit allemaal in van deze zakken. Dus het ziet er ook een beetje netjes uit in je kast, weet je wel. Dat het niet zo'n rommel is van allemaal verschillende verpakkingen. Want het is allemaal dezelfde verpakking. En ja, ik heb deze nog nooit gehad. Maar goed, vijgen, love it. Dus we gaan gauw door naar de volgende. Wat is dit dan? Oh, dit is zoetstof. Dus dit is zoetje. Als je een zoetje in je thee doet, is het echt een stuk beter dan suiker. Ik deed altijd zoetjes in mijn thee, want ik vind het gewoon meer fun als je een beetje zoet hebt in je thee. Maar omdat ik nou intermittent fasting doe en dan mijn fasting niet wil breken, drink ik tegenwoordig zonder zoetstof mijn thee. Maar er zijn een hele hoop mensen die op visite komen bij mij, die gewoon wel lekker een zoetje in hun koffie of thee doen. Dus dan heb ik deze aan. Er zit ook een schuifmondje aan, dus dat is wel top. Die kennen we, almonds, bruine amandelen. Lekker voor de salade, lekker voor je eten door een half een handje gewoon te nemen als een soort tussendoortje. En ook weer in de toffe verpakking van superfoods. Cranberries, nou hier kan ik heel kort over zijn. Dit is ook gewoon lekker door salade. Ik doe altijd cranberries door salade. Of als ik een taart maak, wil ik er ook nog wel eens cranberries doorheen doen in plaats van rozijnen. Ik zei al, ik heb heel veel van dit soort dingen gekocht. Nou, cashews. Dit zijn ongezouten cashewnoten. Die zijn ook weer net als alle andere noten om een handje te nemen. Of door je salade. Door je eten gewoon in general. Bakjes een beetje. Heerlijk. Ik hou echt van noten door mijn eten. Dus dit is een top. Top product. Wat heb ik nu toch besteld? Cacaopoeder. Toevoegen aan je voeding. Je kunt het verwerken in shake, yoghurt, snacks of toevoegen op broodbeleg. Ik zou dit niet zo snel in een shake doen, want het is minder eiwit dan een eiwitpoeder natuurlijk. Maar je kan het natuurlijk wel gewoon lekker door je yoghurt of op broodbeleg. Ik ben heel benieuwd. Ik weet eigenlijk niet meer zo goed waarom ik deze heb besteld. Maar goed, cacaopoeder. Ze hebben het ook bij Body & Fit. Oh ja, hier heb ik even wat meer van besteld. Oatmeal. Dat is havermout. Eet ik super veel. Echt iedere ochtend. Maar mijn vriend eet ook iedere dag havermout. En ik dacht, weet je wat, ik bestel het gewoon eens bij de Body & Fit. Kijk of die ook prima is. Ik denk het wel. Er zit niet zoveel verschil in of je hem nou in de supermarkt koopt. Maar wel dat die weer in deze verpakking is. En dat is gewoon, ik hou een beetje van orde. En als ik bij Body & Fit kan bestellen, dan hoef ik niet naar de supermarkt. Dus dat is echt super chill. Hoef ik er niet mee te slepen. Wordt gewoon bij me thuis afgeleverd. En heb ik het in huis. Dus, oh wil, ik heb echt 5 zakken of zo, dat is echt niet normaal. 4. Ik heb er 4 besteld. Dat is 4 kilo aan oatmeal. Oké, je bent ja lekker bezig. Volgende is whole grain speldflour. Oh, meel, speldmeel. Dat had ik niet. Hebben ze niet in alle supermarkten. En ik eet altijd speldbrood. Omdat daar meer vezels in zitten dan normaal brood. En vaak ook minder suiker. Hier ook heel weinig suiker zit hierin. Dus dit ga ik gewoon gebruiken om lekker taarten mee te bakken. Taarten en pannenkoeken en gebak en cake. Nee, niet voor poesjes. Ik zeg je, bijna is de eerste doos leeg. Bijna. Oké, dan heb ik mulberries. Wat zijn dat? Zo'n moerbijen kunnen als snack worden gegeten of toegevoegd worden aan yoghurt, shakes, fruitsalade of smoothies. Dus dit is ook een soort nootje of fruit. Ja, het is eigenlijk een berry, dus eigenlijk een vrucht. Maar die zijn gedroogd, zo te zien. En ik ben heel benieuwd. Ik heb nog nooit een mulberry in mijn hele leven, of een moerbij in mijn hele leven gehad. En ik was er heel erg benieuwd naar, dus die heb ik ook mee besteld. Oh, ik heb zoveel jongens. Het is niet normaal. Hoe gaat dit allemaal in mijn kast passen? Oh ja, deze heb ik al eerder gehad en die waren een groot succes. Banana chips. Ook kun je gewoon een handje van pakken als je zin hebt om iets te kauwen. Dat heb ik af en toe wel eens. Ik kan niet de enige zijn die dat wel eens heeft. Dus ja, bananenchips. Maar je kunt ze ook door je kwark doen. Ook lekker. Vond ik heel lekker. En ze zijn een beetje gezoet. Er zit inmiddels een poes in de doos. Zit jij er lekker in? Zit jij er lekker in? Barrels doos. Want ik heb meerdere besteld. Maar deze smaak heb ik nog nooit gehad. White chocolate almond. Yummy. Dat klinkt zo fucking lekker. Ik wil die echt heel graag proberen. Ik ben groot fan van de Barrels. Dit zijn echt by far de lekkerste eiwitrepen gemaakt ever. Want je hebt ook bijvoorbeeld, die had ik eerst altijd, weet je wel, de crunchy perfection bars van Body & Fit. Lekker. Maar dit is echt net alsof je een Snicker eet.
Dit is echt... ze zijn, ik moet je erbij vertellen, ze zijn duurder. Maar ik vind ze echt zo lekker. En er zitten veel eiwitten in. En geen toegevoegde suikers. Dus oh ja, ik ben echt groot fan van de Bearables. Dit was even mijn rant over Bearables. Is ook een los bedrijf. Het is niet per se van Body & Fit. Maar ja, bij Body & Fit krijg ik 10% korting. Dus kijk ik in mijn portemonnee en denk ik... Ah, is het toch beter dat ik ze daar bestel. Top, top, top. En dan gaan wij lekker door naar de tweede doos. Ah, dus die is zwaar. Mocht je mijn avonturen in de fitness en zo meer willen volgen, ik ga dit veel meer doen op YouTube. Ik ga echt na deze video meteen een andere video ook opnemen. Waarbij ik een soort routine in de, die ik thuis kan doen, ga opnemen. Maar je kunt me ook volgen op Instagram. Dat is MattiaTV. Ik zou het super leuk vinden als je me volgt en een beetje reageert op mijn post en zo. Ja, dan weet ik wat jou bezighoudt en wat je leuke posts vindt. En dan weet ik waar ik mee door kan gaan en waar niet mee. Ga ik het eerste treetje pakken. Ik drink altijd Nocco. Nou, eigenlijk drink ik er eentje per dag. Misschien eentje in de 2 dagen. Niet iedere dag 5, want dat is echt niet goed. En ik zag dat ze een nieuw smaakje hadden bij Body & Fit. En dat is Miami of zo. Miami Strawberry. Dus ik ben heel erg benieuwd naar hoe deze smaakt. Ik ben groot fan van Nocco's. Er zitten BCAA's in. En ik drink ze eigenlijk een beetje vlak voor mijn training. En soms nog tijdens mijn training. Oh, er zit nog een treetje in. Kom ik zo bij terug. Want ik ga nu eerst eventjes de rest van de dingen. Want dan kan ik makkelijker die tray eruit pakken. Oké. Okay. Dan hebben we vitamine D3 3000 IU. Deze. Ja. Vitaminepillen. Wat moet ik erover zeggen? Dat is echt. Ze hebben een heel groot assortiment aan verschillende vitamines. Je moet gewoon even kijken wat je binnenkrijgt aan vitamines en wat je mist. En daarbij kun je altijd een supplementje erbij nemen. Palm butter. Ik was heel erg benieuwd. Dit zie ik wel eens vaker van die fit curls gebruiken. En daar zit dus geen vetten in. Wat raar is voor een boter. Maar goed, deze kun je dus lekker in de pan sprayen. En dan heb ik... Ik wilde deze uitproberen. Als dit een succes is, ga ik deze iedere maand weer bijbestellen. Want hij is echt... Het lijkt me heel erg handig. Want je krijgt vieze handen en je spuit hem zo in het pan. En je pan daar schoon en je vlees bakt niet aan. Dus dit was even een test. Ik wilde al eerder flavor drops van Body & Fit bestellen. Maar het komt er steeds niet van omdat ik het vergeet. En nu zag ik ze staan. Ik denk, oh, meteen bestellen. Ik heb ze in de smaak framboos besteld. Dat vind ik altijd lekker. En dit kan je doen door... Alles, heel vaak hoor ik van mensen, oh, kwark vind ik zo vies. Nou, 1 druppel hiervan en het is gewoon alsof je vruchtenkwark eet. Daarbij zit er helemaal geen suikers in of iets. Dus ja, ik vind dit altijd heel chill om net even wat zoeter. Je kunt het ook door je drinken doen als aanmaak. Weet je wel, 3 druppels is genoeg hiervan. Dus ja, je doet best wel lang hiermee. 333 doseringen in zo'n klein flesje, omdat het zo sterk is. Oké. Dat was heel zoet. Ah, dat was echt geen goed idee. Wat een slecht idee. Dat moet je dus niet doen. Dat is echt veel te zoet. Het is een beetje bitter. Mijn smaakpapillen denken echt, what the fuck is er aan de hand? Nagini, red mij! We gaan gauw door. Iron en vitamine C. Ja, ik zeg het, het ziet er dan zo uit. Je hebt van die kleine pilletjes, maar je hebt ook grotere pillen, echt van alles. Oh ja, chiazaad. Dit doe ik altijd door mijn kwark. Dus dit is gewoon iets, ja, dit kun je ook in de winkel kopen, maar volgens mij is het zelfs verdediger bij Body & Fit. En makkelijk. En ook weer in diezelfde verpakking. Dus pure chiazaad. Zaden. Nou, dit is weer Bearable. Bearable Salty Peanut. Dit is denk ik mijn favoriet. Ik twijfel heel erg, want kijk, aha, nog eentje. Ik zit te twijfelen tussen deze twee welke mijn favoriet is. Salty Peanut of Noga Hazelnoot. Andersom, Hazelnoot Noga. Ik vind ze allebei namelijk super lekker. En die andere die we hadden net, die wilde ik uitproberen omdat ik nog nooit... Misschien is dat mijn nieuwe favoriet. Who knows, who knows. En dan als laatste, wat ik al zei, nog een treetje Nocco. Dat is mijn favoriete Nocco so far, die ik tot nu toe op heb. Dus vandaar dat ik weer een hele tray daarvan besteld heb. En dat is de smaak peer. Dat is echt by far my favorite. Misschien gaat de peer verslagen worden door de Miami Strawberry.
Nou, ik heb echt gigantisch veel spullen. Het is echt niet normaal. Ja, omdat ik zoveel spullen had, kan ik niet heel erg in detail over waarom ik sommige dingen heb besteld. Want er zit natuurlijk nog wel een beetje een achterliggende gedachte achter. Maar ze komen voorbij op mijn Instagram, dus volg me daar zeker. Dat is Mattia TV. Daar komen ze zeker voorbij, dus wil je meer weten over deze producten? Vraag het ook vooral in de comments of op Instagram als je het voorbij ziet komen. Dan rest mij eigenlijk het enige te zeggen, mocht je dit willen bestellen, gebruik mijn code Mattia10. Daar krijgen jullie gewoon 10% korting mee en daar support je mij een beetje mee. Dus dat is een win-win voor allebei. En dan wil ik jullie een hele fijne dag wensen. En hopelijk vond je dit een leerzame en leuke video. En dan zie ik jullie heel graag bij de volgende video. Doei!